Alle kersverse moeders hebben nu recht op 15 weken moederschapsverlof. 14 weken na de bevalling en verplicht 1 week ervoor. Ook als ze voor de bevalling door ziekte of werkloosheid moesten stoppen met werken. Dat is goedgekeurd in de Kamer. Nahima Langeri van CD&V. Wanneer dat zij ziek waren voor de bevalling, verloren zij die weken van ziekte eigenlijk aan hun moederschapsverlof. Dus in plaats van dan na de bevalling recht te hebben op 14 weken, kregen ze dan bijvoorbeeld maar 9 weken. Je kan er ook niet aan doen dat je ziek bent en daarom hebben we dit rechtgezet. Ook wie tijdelijk werkloos was vlak voor de bevalling, verloor verlof. Ook dat is nu voorbij.